Dus ik ben op zoek gegaan naar een hele leuke vlogger. Die is naar Lomans, die is naar Goedemorgen. Hallo allemaal. Hallo en een goede maandagochtend. Hey joh. Hey. Hey, het is echt zo'n maandagochtend dat ik denk van vloggen, moet dat? Serieus. Maar ik ga nu eerst beginnen met Jolaatje naar school brengen. En dan maar meteen naar de sportschool. Want dan hebben we dat maar gehad. En dan hoop ik dat ik daar een beetje energie van krijg. Ik begin ook wel te merken dat ik nu echt al 2 weken geen koffie meer drink. En pff, dat is echt zwaar. Gewoon door dit weekend. Doordat ik zaterdag tot zwaar in de nacht moest werken. Ik heb er gewoon nog langer last van. Op de maandag nog. Zo'n zwaar leven. Het gaat zo alweer beter. Let maar op. Oké, drink maar op. Ik heb nog meer. Leeg. Leeg, sorry. Ga je weg? Ja, ik ga al. Mooi. Later. Later. Trainen op maandagochtend is echt het allerbeste wat je kunt doen. Want ik voel me weer helemaal toppie. Ondanks dat ik geen koffie heb gehad, gewoon lekker op de fiets Joltje naar school gebracht. En daarna meteen hup door. En zoals altijd denk ik dan in het begin, ah joh, ik ga gewoon even kort. Maar ik ben gewoon weer een uur en een kwartier door gaan trainen. En ik voel me helemaal super lekker. En dat gevoel ga ik nu even vasthouden. Even iets van editen doen, wat eten. Nog en dan komt straks de radio over een uurtje langs voor iets op te nemen van de asperge smoothie. Ja, kijk, dan heeft gewoon een hashtag. Morgen is dus de start van het asperge seizoen. Oh, morgen. Morgen, ja, morgen. En, okay. Maar ja, het is vandaag maandag. Het zou vandaag veel logischer zijn. Van het begin van de week, asperges. Ja. Goedemorgen June. Ja, en zoals je zegt, morgen begint dat aspergeseizoen. En nou, mensen eten vaak asperges, maar ik dacht van, weet je wat, we moeten er wat anders mee gaan doen, want ze zijn heel gezond. Laten we er eens een smoothie van maken. Dus ik ben op zoek gegaan naar een hele leuke vlogger. Die is naar Lomans, die is naar Goedemorgen. Hallo allemaal, goedemorgen. Yes, en nou ja, hier liggen ze voor ons, de asperges, want jij hebt wel een goed recept voor ons. Ja, nou sowieso zijn asperges natuurlijk super goed, want er zit heel veel foliumzuur in. En daarvan worden wij heel erg vrolijk, want dat is een stofje wat je eigenlijk een beetje mist als je depressies hebt, onder andere. Main ingredient, asperges. Witte, grote asperges. Ja, ik gebruik 200 gram asperges. Dat zijn er ongeveer 4. Die heb ik in stukjes gesneden. En dan ga ik er alvast een beetje aardbeien bij doen. 6 stuks. Lekker. Want we moeten het wel een beetje fruitig maken. Dus er gaan 6 aardbeien bij. We gaan 2 grote volle glazen maken. En ik ga het doen op basis van magere yoghurt. Doe ik 200 ml magere yoghurt erbij. Wat ziet het? Het gaat zo. Oké, ik zit alweer in de auto, want mijn camera die viel trouwens uit tijdens het maken van de opnames voor de radio. Dus ik kon het niet helemaal laten zien. Maar wil je het receptje terugvinden, dan kun je die gewoon op mijn blog terugvinden. En dan kun je ook de smoothie maken. Ik ga nu weer verder naar mijn studio. Mijn dansspullen, styling en zo van afgelopen zaterdag even terugbrengen. Ik heb trouwens echt een plan om met Koningsdag of de dag ervoor zelfs al... heel veel dingen te gaan verkopen. Hebben jullie nog tips waar ik dat het beste kan doen? Ik had gehoord dat Alkmaar echt een leuke plek is om de dag van tevoren al heen te gaan. En ik wil echt een leuke plek gaan op Koningsdag zelf. Het moet wel leuk zijn ook een beetje voor Jola, want Jola die gaat ook mee. Maar ja, ik moet wel ook een beetje mijn eigen spullen kunnen verkopen misschien. Want ja, ik heb gewoon zoveel van die maffe dingen. Dus ja, wat moet je ermee, hè? Ja, ik kan het ook gewoon echt geen afleiding doen. Hè? Alles is echt een herinnering. Bijvoorbeeld dit. Deze schoenen. Ja, die doe ik echt nooit weg. Ik gebruik ze zelfs nog wel eens om naar festivals te gaan. Ja, ik heb gewoon echt zoveel gedanst in deze schoenen. Deze schoenen hebben zo'n
betekenis voor mij. Die ga ik nooit echt doen. Maar ja, van dit soort schoenen heb ik dus heel veel. Weet je wel, allemaal, ja, je doet ze eigenlijk nooit meer aan. Maar ze hebben allemaal een soort van verhaal. Net zoals deze. Eigenlijk kan ik een keer een hele aparte video gaan maken over schoenen. Ik heb echt een schoenentik gehad. Je ziet het al, hoe gekker, hoe kleurrijker enzovoort ik moest het hebben. Ja, maar ook dit soort schoenen, ja, heeft allemaal een verhaal. En deze ga ik echt niet meer aandoen, hoor. Dus, ja. Maar goed, ik heb ook heel veel dingen die ik wil verkopen. Gewoon kleding en zo, weet je wel. Gewoon van, ja, dingen waar ik gewoon te oud voor ben. Zoals dit, ja. Leuk, maar nee, het past niet echt meer bij me. Ik denk niet dat ik het nog echt ga dragen. Dus dat soort dingen kunnen allemaal weg. Dus weet jij nou een leuke plek waar ik kan gaan staan? Geef me tips. En misschien doe ik er iets mee. En dan laat ik ook zeker nog even weten waar ik sta. Misschien kan je dan even langskomen. Super bedankt voor het kijken naar mijn allereerste daily vlog. Ik ben uiteraard al meteen vergeten om deze dag af te sluiten. Dus vandaar dit berichtje even. En het lijkt me super leuk als je zou willen abonneren. Of gewoon morgen weer kijken. Want dan beloof ik dat de daily vlogs alleen maar leuker gaan worden. Ik moet gewoon nog even een beetje wennen om de dag normaal af te sluiten. En op maandag is dat soms een beetje extra moeilijk. Maar welkom in mijn life en ik hoop dat je het leuk vindt om dit te blijven kijken. Doei!